En laten we snel beginnen. Ik zal mezelf kort voorstellen. Pieter Schalk, bouwjaar 1971, technische achtergrond, werkte bouw en bedrijfskunde. 20 jaar geleden getrouwd, 2 dochters en ondertussen 6, 17 en 18 echt e-com adapten, mijn dochters. Bestellen veel met hun kleedgeld. Dus de customer journey en de teleurstellingen die zien we elke dag thuis voorbij komen. 2008 heb ik met 2 vrienden van de middelbare school Transmart opgericht. En we zijn nu bijna 13 jaar verder. Ik ben eigenlijk al die tijd commercieel verantwoordelijk geweest. En ik ben eigenlijk afgelopen september, daar zal ik zoiets meer over vertellen, meer de innovatiekant in de club gaan doen. Want er is wel wat gebeurd in die 13 jaar. En als je nu kijkt, allemaal hele grote getallen. Ondertussen wel heel erg leuk om te mogen noemen. We doen het ondertussen voor 19.000 bedrijven. Wereldwijd, met name in Europa. En voor die 19.000 bedrijven verzorgen we eind van dit jaar ongeveer 1 miljard zendingen. En dat doen we voor heel veel verschillende vervoerders. Er staan er hier 800 plus op. Maar dan moet je denken, bijvoorbeeld DHL, hebben wij misschien wel 35 verschillende koppelingen mee. DHL is zo groot, zo complex, per land vaak weer verschillend. Dat daar een topje van de ijsberg, wat we daar aan faciliteren. Volgens de United Nations bestaan er maar 195 landen. Maar als Amerika wat ruzie maakt, dan komen er wat landcodes bij af en toe. Bijvoorbeeld Jersey, Guernsey, Canarische eilanden waar ze geen ruzie gemaakt hebben. Maar die worden logistiek toch anders weer gezien. Vooral rondom Joegoslavië zitten veel landcodes. Vandaar dat je dan eigenlijk snel doorloopt naar 246. Mooi die grote getallen, maar je moet ook nooit vergeten waar je vandaan komt. En op 29 augustus 2008 deden wij op de eerste dag 29 zendingen. En de allereerste zending die ging van Eindhoven naar Hezen. Voor onze allereerste klant PRC Telecom. Dus ook, we hebben heel veel kleine klanten waar we wat minder grote volumes mee doen. Je moet altijd wat dat betreft met 2 benen op de grond blijven staan. Maar ja, het begint echt al wat te worden. En we beginnen echt al serieuze kennisspeler ook te worden. En ja, we bouwen continu koppelingen bij. Niet alleen in Nederland of in België, maar ook daarbuiten. Zo hebben we net in Oost-Europa 6 koppelingen in Kroatië, Slovenië en Roemenië bijgebouwd. Omdat dat voor onze klanten nodig is. Een soort cross-border is een thema dat wij goed kennen. Nou, een beetje achtergrondinformatie. De groei is vorige week gecommuniceerd door de autoriteit van de markten, pakketmonitor. Groei van 35% afgelopen jaar in Nederland. Ja, wij zijn 70% gegroeid afgelopen jaar. Dus je ziet die groei gaat alleen maar harder als je op de juiste plekken je klanten kunt helpen en kunt ondersteunen. En daar zijn wij behoorlijk goed voor gepositioneerd. Goed, ik wil je vandaag iets gaan vertellen over die customer journey. En wat ik jullie ga vertellen, wat ik jullie probeer mee te geven, ja, is dat het eigenlijk een continu veranderingsproces gaat zijn. En het is bijna eigenlijk een cirkel, het is een wiel. En je ziet die customer journey, die begint natuurlijk in die delivery checkout, met die opties die je daar wilt tonen. Maar uiteindelijk wil je die klant tevreden maken. Dus daar zitten heel veel stapjes tussen. En als je en die laatste stap in die cirkel is eigenlijk net zo belangrijk als de eerste stap. Want als je het goed doet in de eerste stap, maar slecht in de laatste stap, ja, dan raak je die klant toch kwijt. Of gefrustreerd, of hij komt niet meer terug. Zoals de foto's niet goed zijn, of je PIM is niet goed, of je prijzen zijn niet goed, of je belooft voorraad terwijl er geen voorraad is. Er zitten heel veel elementen in die reis, in die customer journey, die je moet beheersen. En dat is echt topsport. Dus ik kan je daar meenemen op die reis. En er is natuurlijk iets gebeurd, niet alleen gisteren, maar er is afgelopen jaar een enorme verandering gebeurd. En is de zegen, is het een structurele verandering? Ja, daar kun je allemaal van twisten, maar het is gebeurd. Dus we moeten ermee dealen. We kunnen ook niet meer terug. Dus de persona's, de mensen zijn duurzaam veranderd. En voor lange tijd komen we gewoon niet meer terug in de oude situatie. En je zag eigenlijk al in 2017, 2019 dat er structurele veranderingen waren richting online. En de groei was al fenomenaal. Groei online was 10 keer groter dan brick and mortar, zoals ze dat dan zeggen. Traditionele retail. Dus de groei was al fenomenaal. Ja, en eigenlijk heeft COVID er nog 10.000 volt bovenop gezet. Het is gewoon ontploft. En we moeten dus met die nieuwe situatie moeten we gewoon handelen. Dus enerzijds in onze business bedankt 2020. Maar we moeten er gewoon mee omgaan. Het is geen Calimero gedrag, geen slachtoffergedrag. We zullen ons daar moeten instellen. En we zijn met z'n allen voor altijd veranderd. En mijn pa is 78. Die koopt zijn schoenen niet meer in de schoenenwinkel. Dan denk ik, oude kale gek doen we thuis. Hoe kan dat? Die man gaat niet meer in de schoenenwinkel toe. Doet hij gewoon niet meer. Hij weet zijn merk, hij weet zijn maat. Bestelt gewoon online. Gaat nooit meer terug. Vindt hij prima. En 1 keer, 2 keer per jaar bestelt hij nieuwe schoenen. En zo'n persoon is dus gewoon voor altijd verloren voor zijn oude schoenenwinkel. Het is gebeurd.
Goed. En we moeten dus ook klaar gaan maken voor die verandering die dus ook niet meer terug te draaien valt. En als je dan naar die reis gaat kijken, dan kun je die ook uit elkaar trekken in een aantal elementen. En dus uiteindelijk valt die ook te benaderen. En kun je dus naar al die facetten gaan kijken om die daarin te benoemen. En dat digitale gedrag van die klanten. Wij werken eigenlijk met persona's, onze klanten werken met persona's. Op die persona's wil jij op het juiste moment, op de juiste situatie, wil je de juiste leveringsopties wil je aanbieden. En alleen al op dat gebeuren zitten zoveel elementen waar ik jullie mee ga nemen. Dus ik ga jullie meenemen door die keten heen. Ik ga jullie meenemen in die keten. En die keten bevat dus die elementen. Met links helemaal die delivery options. En ja, je moet die makkelijk en snel kunnen veranderen. En we zagen natuurlijk de performance problemen bij alle vervoerders in Q4. En eigenlijk moet je real-time dan je leverbelofte aan je klanten kunnen aanpassen. En dat kunnen wij. Als je zegt 24 uur van Nederland, 24 min streepje 48 en je verdubbelt je levertijd. Je verdubbelt je leverbelofte naar je klant en je pakt een dag extra. Of 72 uur misschien wel. En om dat real-time aan te kunnen passen, zeer belangrijk. Nou, en in heel die keten moet je competitief zijn. Je moet je pick-pack, je moet je voorraad hebben, je prijsstellingen moeten goed zijn, je PIM moet goed zijn, je logistieke operatie moet goed zijn. En om in heel die keten het goed te excelleren, moet je op al die punten moet je het goed doen. Je informatievoorziening aan je klanten moet goed zijn, je trackinginformatie, wel of geen e-mail sturen of sms sturen. En dan moet je allemaal gaan afstemmen op die persona's die bij jou kopen. Want ja, niet iedereen is hetzelfde. We hebben klanten met 200.000 verschillende artikelen. Een klant die ik heel graag noem. Is een klant al 8 jaar bij ons, is Bakshop. Als je dat assortiment van Bakshop gaat kijken, dan kun je van een plectrum tot en met hier de hele installatie bestellen. En op het moment dat er zo'n light trust verstuurd moet worden, of een plectrum, heb je een heel andere logistieke uitdaging. Dus als je gaat kijken in die journey en in de parameters op die persona's, heb jij zoveel elementen en die moet je proberen allemaal te gaan vangen, allemaal te gaan projecteren op jouw situaties, op jouw persona's, zodat je op de juiste momenten de juiste situatie kunt laten komen. En dan noem ik maar even een aantal elementen in ons domein die daarvan belang zijn. En dan bijvoorbeeld een belangrijke term is een same-day delivery. Maar dat kan ook een ugly zijn. Een ugly bij ons is een lomp groot product. Daar wil je heel ander gedrag hebben als met een paar boeken. Of met een paar schoenen. Of een stukje fashion. Pudo-punten, eigen pudo-punten, retail-punten. En zo zijn er al een aantal elementen te benoemen die op al deze plekken in de keten van belang kunnen zijn in jouw situatie. En als je alleen maar lange houten panelen verstuurt of alleen maar voeding verstuurt, dan moet je op jouw persona's, op jouw situatie, moet je gaan leren, moet je gaan oefenen, je moet gaan meten wat voor jullie situatie goed is. En dat is uiteindelijk iets wat we vroeger al heel snel geleerd hebben, dat is een plan, do, check, act cirkel. Ja, en die zul je op je customer journey moeten gaan neerzetten. Je zult op je customer journey moeten gaan neerzetten om te gaan meten. Meten is weten, het is heel flauw. Maar wij hebben daar tooling ook voor natuurlijk, om heel makkelijk een A-B-test te faciliteren. En in de B-test zet jij een vervoerder extra vervoerder bij, of een andere optie. En door 2 of 3 maanden daarmee te werken, kijken hoe daarop gereageerd wordt, kun jij die beslissing ook gefundeerd nemen, of dat een goede beslissing was, of dat je hem moet terugdraaien. Dus je moet in die customer journey, op al die vlakken, moet je dus die plan, do, check, act cirkel moet je gaan doen. En je moet het je klanten wel gaan vragen. En die vinden dat vaak nog leuk en ook professioneel dat je dat doet. En dan heb je een element in als returns. Ja, als je in de fashion zit, dan is je returns ook een heel belangrijk moment. Absoluut belangrijk in de customer journey. Dus als je dat goed tackelt, dan kun je ook weer van returns conversies maken. Dat is een heel belangrijk element in deze keten. En ga het ook meten. We hebben zien nu klanten met ontwikkelingen die in staat zijn om het 10%-tallen van de returns af te halen, door er heel slim mee om te gaan. En vooral plan, do, check, act. En dan moet je op al die facetten gaan doen. En als ik jullie dan ga meenemen, wat is dan die wiskundige formule? Uiteindelijk is dat hogere omzet. Daar wil je natuurlijk op gaan meten. Dus je kunt je revenue gewoon meten. Maar je moet die revenue natuurlijk niet totaal meten, die moet je ook op je delen meten. En onze klanten meten die eigenlijk op 3 delen. Nieuw business, hoe is mijn conversie van mijn nieuwe klanten? En stijgt die? Meer omzet. Bestaande klanten, die wil je vaak misschien met ander gedrag confronteren als nieuwe klanten. Mogelijke loyalty, wil je belonen, misschien minder snel verzendkosten.
meer opties. Of meer opties tegen gunstige voorwaarden. En dan kun je dus hartstikke goed meten. En de belangrijkste is eigenlijk je average order value. De gemiddelde waarde van je basket. Dus drie parameters kun je prima meten wat de uitkomst is van de veranderingen die je doet. En als je dan natuurlijk gaat kijken van welke twee hoofdschakels kun je draaien, is je customer experience. Natuurlijk ook met een stukje kosten daaronder. Welke transportopties wil je aanbieden? Maak het ook niet te gek. Maar die customer experience, ja, die kun je over al die facetten kun je die meten. En die kun je gewoon vragen aan je klant. Ja, je kunt Google het laten meten, ook in je conversie natuurlijk. Maar ook gedurende de keten verder kun jij je klanten gewoon om feedback vragen. Vraag aan ze, welke opties had je nog meer willen hebben? Vind je prettig? En we hebben dus klanten die daar panels voor inzetten. Die dat gewoon op dagelijkse basis doen. En die customer feedback is goud waard. En die moet ook een onderdeel zijn van je plan, do, check, act, cirkel. Dat is natuurlijk die checkstap. De laatste ook, hè, kosten verlagen. Ja, die zit op vele lijnen. Ons hoofdproduct dat wij inzetten voor de delivery options, dus de Uniform Delivery Checkout, zodat we wat statements van klanten zien. Ja, die kunnen daarmee van 40 uur terug naar 5 minuten. Dus ook het beheer van je checkout kan veel goedkoper. Van je opties, je logistieke opties, de logica erachter, kan veel beter aangestuurd worden, veel dieper aangestuurd worden. Dat is een enorme kostenverlaging. En de rest van de keten moet je te competitief zijn. Je pick-pack moet goed zijn, je transportkosten moeten naar van hand zijn. Doe je het zelf, steed je het uit. Want je moet wel concurreren tegen de logistieke vrienden van Amazon. Dat zijn wel echt serieuze concurrenten, misschien wel in jullie domein. Dus je moet er competitief zijn. En je moet ook daar moet je op meten. Ga met concurrenten praten, ga met collega's praten. Om te kijken dat je daar in ieder geval een soort parameter aan kunt hangen. Wat zijn nu jullie logistieke kosten per order? Wat zijn je acquisitiekosten, commercieel gezien, per order? Dat moet je allemaal meetbaar maken. En als je al die stappen in kaart hebt, dan weet je ook aan welke knoppen je moet gaan draaien. En aan welke knoppen je welk rendement haalt. Nou, we hebben een aantal klanten. Bijvoorbeeld deze, Kicks, is een retailketen. 240 winkels, serieus club. En die hebben door de UDC toe te passen, zijn ze in staat geweest om allereerst de kostencomponent onder controle te krijgen. Het is heel veel duurtjes zelf. En er is ons gevraagd om geen producten hier te laten zien. Nou, dat doen we ook niet. Maar we hebben dus dat UDC-product en daarmee was de klant in staat om van 40 uur terug naar 5 minuten of een nieuwe vervoerder toe te voegen of een nieuwe optie van de vervoerder toe te voegen. Nou, dat is natuurlijk een knallere kostenbesparing. Maar ook daarmee waren ze in staat om de customer journey beter op de persona's af te stemmen. En dus ook een flinke verhoging op nieuwe klanten, maar ook op bestaande klanten te bereiken. Nou, dat zijn natuurlijk fenomenale getallen. En dan kun je het ook meetbaar maken. En deze klanten roepen daar niet voor niks. Wij mogen dat ook roepen namens hun. En die hebben dus zeer significante ROI gehad. Ja, en die zijn hartstikke blij met die software. De volgende klant die ik ook graag even laat zien, die had zelf al best wel wat gedaan aan die delivery kant en die delivery opties kant. Maar we konden samen met die klant toch een 4% extra uitpersen. Nou, als je 10 miljoen euro omzet doet, of 20 of 100, zeer serieus geld. En bij hun was er nog een veel mooiere spin-off. Zij konden hun klant beter en langer vasthouden. En de average order value ging met 28% omhoog. Nou, dat is natuurlijk fenomenaal. Dus wij zien nu ook bij onze klanten, en we hebben honderden klanten met deze functionaliteit draaien, zien wij ook die percentages en die zijn echt fantastisch. Maar je moet wel weten wat je doet en je moet van gaan oefenen. En je moet ook geïsoleerd gaan oefenen. Je moet niet meteen heel je website omgooien. Je moet geïsoleerd in Oost-Groningen proefje in een postcodegebied. En daar ga je kijken wat die opties doen, of in Amsterdam of whatever. En dan ga je meten en bij gebleken succes ga je het echt doorvoeren op grotere schaal. Een aantal vragen die wij vaak tegenkomen bij onze klanten, en hier staan er stukken 5. Geen tijd, te moeilijk, te groot. En je moet het natuurlijk ook klein maken, je moet het klein houden. Zodat ook een veranderingsproces en een project beheersbaar en behapbaar wordt. En dat het niet te groot wordt. En wat we zien inderdaad, mensen weten ook extreem weinig van nadat er op die knop gedrukt is. Dan weten we dat er ergens een sticker op een doos ging en dan wordt het vaak een groot zwart gat. Ja, dat zul je inzichtelijk mee moeten gaan maken. En je stuurt nog een e-mailtje, misschien met trackinginformatie. Ja, dat doen we veel voor onze klanten. Maar vaak wordt daar niet meer over gecommuniceerd. Dus niet bellen zal er goed zijn. En daar kun je heel veel winst pakken. Door goed te vragen aan die klanten. Goed te kijken of het ook goed gegaan is. En wat hun ervaring nou was. Of dat ze dingen misten. Of dat de dingen beter konden.
En je ziet ook, hè, de statement ook van Kik zegt, ja, vroeger was het een week, een project van de week. Maar ja, IT-projecten duren altijd 2 keer zo lang en zijn 3 keer zo duur. Dus dat was natuurlijk geen week, dat was 3 weken. Maar ze doen het nu echt in 5 minuten. Hè, dus we kunnen dat, ja, dat kun je gewoon real-time zelf aanpassen. De naam, de functie, een andere optie erbij, een prijsstelling, whatever. Maar ik hoop dat jullie herkennen in deze vragen. Is er iemand in deze zaal die zelf meet, die vooral in die post-purchase journey, die wel meet? Is er iemand die heel veel meet, die heel veel vraagt aan zijn klant of er extra opties bij moeten? Het is geen strikvraag. Is er iemand die vragen stelt, die quality services doet? Daar zit het goud. Klanten, je hebt ze al. Kun je het gewoon vragen. Bel ze gewoon op 3 keer, 4 keer. Ik heb een heel groot traject verloren, dat gebeurt ook wel eens, recent. En ik heb daarna die klant gebeld. Ik zeg, ik wil een extern iemand, een collega van mij, jou laten bellen waarom wij verloren hebben. Hij zei, dat gebeurt me nooit. Ik zeg, ik wil ervan leren. Dat is top. En die werkt graag mee. En die heeft gewoon keurig uitgelegd op welke punten wij die deal niet gewonnen hebben. En daar kan ik weer van leren. Dus bij ons in het bedrijf is het echt wel belangrijk dat we dat doen. We evalueren ook elk project als we dat gedraaid hebben. Jongens, ga je klant om feedback vragen. Je hebt ze al. Hoe kun je dat dan ook weer tastbaar maken? En daar hebben we eigenlijk een dashboardje voor gemaakt. En als ik foto's maak, zou ik hier een foto van maken. En dit mee naar huis nemen. Meet jezelf op deze 4 elementen. Hoe goed zijn we aan sales efficiency en onze delivery opties? Weten we dat überhaupt? Zitten we links, zitten we in het midden, zitten we rechts? Wat doen onze collega's? Kunnen we morgen een optie erbij plaatsen in de checkout? Hebben we dan zo'n IT-project van 40 uur of 80 uur? En kunnen we dat doen? Wat is de customer experience? Hoe vinden de klanten van ons in die checkout? Vinden ze het prettig? Missen ze nog zaken? Wat is überhaupt je conversie? Dus die bovenste 2 kun je vrij snel al goed inzichtelijk krijgen. Die onderste is natuurlijk een heel andere cup of tea. Heeft ook eigenlijk niet zoveel met die delivery experience te maken, behalve dat je het goed moet doen. Je moet het gewoon foutloos doen. Met elke fout in de keten die je maakt, kost je marge en ben je minder competitief en de kans op fouten, op klachten wordt groter. Dus uiteindelijk is die operationele efficiëntie super belangrijk. En no way, als je nu veel producten hebt die aan de elektronica hangen, die nu uit China moeten komen. Gisteren heb ik rolluiken besteld thuis, maar de afstandsbediening is dit jaar niet meer leverbaar. Dus ik weet niet of er iemand in afstandsbedieningen zit van rolluiken, maar dan heb jij je operational efficiency dus niet op orde. Ja, dan pak maar in, dat wordt lastig. En ik heb de onderste bewust bijgeplakt, jongens, dames en heren, sustainability. Dat gaat natuurlijk voor de komende 2-3 jaar een belangrijk thema worden. Je logistieke footprint. We hebben nu al klanten die selecteren niet meer op prijs, op operational efficiency, selecteren op CO2-belasting. En die kiezen gewoon de vervoerder die mij de minste CO2-belasting veroorzaakt, daar ga ik mee werken. En ik denk dat we daar nog aan de vooravond staan van veel ontwikkelingen. Met Budbee doen we onder andere nu al, DPD heeft daar goede ontwikkelingen over, om ook heel erg sustainable te kunnen leveren. En de consumenten gaan hierop selecteren. Dus bereid je daarvoor, neem dat ook mee. Misschien nog niet voor nu, ik zou eerst de eerste bovenste 3 maar doen, maar zet deze maar voor over 1 jaar. En dan zit hij ook op jullie bordje. Maar niemand vroeg om feedback, dus begin daarmee. Dat is het allerbelangrijkste. Vraag je klanten wat ze missen en zorg dat je gaat toevoegen in je checkout. En want uiteindelijk, die customer journey is gewoon nooit af. Die blijft maar doorlopen. Ga je er een nieuwe land bij gooien, een nieuw assortiment, een nieuwe markt. Ga je naar de Nordics, nieuwe valuta. Dan moet je aan de gang. Moet je Klarna misschien wel checkout erbij gaan pakken. Moet je naar Frankrijk, naar Duitsland. Ga je cross-border doen. De customer journey is gewoon nooit meer af. Die gaat gewoon elke dag veranderen, structureel, cirkeltje draaien en gaan beginnen. En daar helpen we jullie mee. Helpen jullie heel graag mee. Want die bezorgopties, leveropties, moet je gewoon on the spot kunnen veranderen. Jullie klanten veranderen ook continu. Gaat gewoon vol continu door. Je moet altijd blijven meten. En dan moet je het structureel in je bedrijfsproces embedden. En dan hebben we het eerst over returns gehad. De hele dag kan ik hier praten alleen maar over returns. We hebben handmatige returns, label in de box. We hebben zoveel return oplossingen. Als ze van toepassing zijn. Als je er niet zoveel mee te maken hebt, moet je het ook vooral zo houden. Maar het gaat alleen maar meer worden. Ook gezien de tijd. Continue veranderingen die ik met jullie mee wil geven. Blijf maar gaan. Ook de vervoerders veranderen continu. We moeten continu die koppelingen bijhouden. Er komen continu diensten bij. Het wordt alleen maar gekker.
En dat gaat ook voor jullie allemaal impact hebben. Nou, je kunt dan ook meten, hè. We hebben de tools, we hebben grip op je proces. En uiteindelijk is het van klik, klik, to ding, dong. Dus wiskundige formule, K tot de macht 2 tot D tot de macht 2. Ja, uiteindelijk, dat is de ultieme customer journey. Zorg dat je de juiste opties hebt, de juiste situatie, de juiste persona's, het juiste dagdeel voor de middag. Misschien andere opties dan na de middag. Same day, misschien maar tot 2 uur aanbieden. Want daarna kun je het operationeel niet meer waarmaken. Op vrijdag ander gedrag, omdat je dan weekendleveringen gaat krijgen. Of als je geen weekendleveringen mag doen met de vervoerder, wil je pas zeggen dat je maandag of dinsdag gaat komen. Ja, dat kunnen we allemaal mee faciliteren en jullie ondersteunen. Maar dat is uiteindelijk de ultieme customer journey. En dat is mooi, want ik ben technisch. Dan heb ik het in de wiskundige formule kunnen vatten. En dan kan ik dus aan die knoppen draaien. Dan begrijp ik dat ik parameters heb. En die parameters moet ik aan kunnen draaien. En die komen uit jullie feedback, vooral van jullie klant. Het is uiteindelijk die klantreis, de ultieme customer journey, bestaat nooit, is nooit af. Je zult altijd ermee aan de slag moeten. Ik geloof er niet in dat die altijd zal blijven bestaan. Nou, ik heb het bedrijf Transmart opgericht. We zijn samen gegaan, overgenomen Unifound een aantal jaren geleden. We zijn nu ook samen met Consigner. Vandaar dat we een club van 450 man zijn. In 9 landen. En we ondersteunen jullie graag. Ook middelgrote klanten, kleine klanten. We hebben alle type klanten hebben ertussen zitten. Of als er 3PL'ers in de zaal zitten. Ook voor jullie klanten hebben we hartstikke veel functionaliteit. Om in heel die keten niet alleen maar labeltjes te maken. Maar ook heel veel opties te kunnen tonen in de checkout. Vooral dynamisch. En uiteindelijk heel die keten kunnen we mee ondersteunen. We hebben geen feedback software. Dus daar moet je misschien een andere provider hiervoor gaan zoeken die jullie helpt om jullie feedback te verzamelen. Of gewoon bellen. Ik zou gewoon bellen. Je hebt het e-mailadres, vaak het telefoonnummer. Neem gewoon steekproeven. Doe het gewoon 3 per dag. En je gaat het gewoon terugkrijgen. En dan moet je niet meteen geloven. Dan moet je het isoleren. In een aparte delivery checkout zetten. Testen, meten en dan pas implementeren op de hele stack. Vragen. In de zaal. Ik heb er zelf wel één. Oh, daar is er ook één. Ik ga even een microfoon brengen. Ja, Pieter, dankjewel. Ja. Ik heb één beetje eenvoudige vraag, denk ik. Ik spreek maar even voor mezelf, maar misschien ook voor de mensen die hier zitten. Veel van onze business komt tegenwoordig ook van marktplaatsen. Dat willen we liever niet misschien, maar kunnen denk ik niet omheen. En dat zorgt voor een significant aantal zendingen die we verzorgen die niet van origine van onze eigen checkout komen. Daar kunnen we die opties op dit moment niet aanbieden. Hoe zie jij in de toekomst dat het toch kan, dat we die klantwensen kunnen voldoen met die flexibiliteit, waarbij bovendien die leverbelofte die je met de marktplaats afspreekt, gehonoreerd kan blijven? Ja, mooie vraag, ook een hele gemene vraag. Ik kan een goed antwoord op geven. We werken goed samen met die marktplaatsen. Dus we kennen de partij als Channel Engine heel erg goed, we doen veel mee samen, maar ook collega's daarvan. Amazon veranderen, of Ali veranderen. Dat is lastig, Robert. Zij zijn baas over dat domein. Dat gaat niet snel gebeuren. Zij gaan gewoon voorschrijven wat je moet doen. Wie weet dat we groot genoeg worden dat we tegengewicht kunnen gaan geven. Tegenmacht kunnen gaan vormen. Maar zij zullen daar heel erg strikt op zijn. Ja, Bol ook. En die zullen niet snel jullie toestemming gaan geven. Dat is een heel goed punt om met Bol samen te gaan bespreken. Zeg, de customer journey van jullie sucks. Wij kunnen het beter doen dan jullie customer journey. Ik wil mijn eigen opties erin kunnen zetten. Nou, dan framen we onze UDC in. En dan, dus technisch is het niet zo moeilijk. Maar de macht afgeven om dat te doen, dat zal lastig zijn. En misschien dat bij Bol nog makkelijker, denk ik, gaat dan bij die andere eerder twee genoemde. Ik denk dat dat lang gaat duren. En als je het op je eigen website betrekt, hè, want je zegt dus, pas je bezorgopties aan, ook op basis van wat je klant wil en tijdstip op de dag. Ja. Je zit natuurlijk ook nog met uitleg en content daaromheen. Hè? Ik bedoel, zeker. Je hebt je veelgestelde vragen sectie op de website. Je wil de informatie op je productpagina's ook goed tonen. Bieden jullie dat ook aan om dat real-time aan te passen op basis van de queries die je maakt om je checkout te... Ja, alle tekst eromheen. Hè? Dus die kan real-time aangepast worden in meerdere talen, in meerdere situaties. Ja, wat we aanbieden is een widget of een headless API om het heel technisch te maken. De widget is tegenwoordig behoorlijk goed. En de widget levert eigenlijk al die informatie aan. Dus als je naar Kids Brand Store gaat bijvoorbeeld, die doet dat met DHL en met Budbee uit mijn hoofd. Zie je dus de leveropties daar getoond worden, die doen wij. Daar zit bijvoorbeeld een groen hartje bij, omdat het duurzaam is. Omdat Budbee dat ondersteunt als vervoerder. Dus die additionele informatie, alles rondom het transport en de zendingen, die kunnen wij aanleveren. Oké.
En qua in, want je moet dat natuurlijk ook intern goed communiceren. Hè? Want klantenservice is een belangrijk onderdeel natuurlijk van de customer journey. En als je dit soort aanpassingen doet, ja, dat kan snel gaan. Ik zie geregeld voorbeelden voorbij komen van klanten die screenshots maken. Die zeggen, hey, gisteren was ik op je website, toen zag ik dit en nu zie ik dat. Gaat vaak over prijs, maar ook wanneer het geleverd kan worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook je mensen goed over moet instrueren. Absoluut. Ja, wij kunnen real-time de delivery opties aanpassen. Qua tekst of een optie weghalen, een optie laten zien. We kunnen dat dynamisch maken. Maar als je met ruzie hebt met vervoerder A hebt en je wil alleen maar vervoerder B blijven gebruiken, kunnen wij vervoerder A gewoon deleten. Ja, kun je zelf. Dus dat hoeven wij niet meer te doen, dat kan de klant zelf. Ja, dat kan. En dan mis je wel die deliveropties. Ja, dus moet je ook je eigen klantenservice goed informeren over wijzen. Ja, absoluut. Zijn er inmiddels nog meer vragen in de zaal ontstaan? Ik zie daar een vinger. Ik kom eraan, hoor. Hi, hoe zijn jullie op het gebied met versproducten? Versproducten? Ja, we hebben heel veel vervoerders die gekoeld aan kunnen of diepvries aan kunnen. Ja, er gaan een paar grote ontwikkelingen aankomen, ik mag er geen namen noemen. Maar we gaan er extreem veel in doen. Maar we hebben PostNL 3083, 3084 uit mijn hoofd. Dat zijn de voedingsproducten van PostNL. In de Food API is beschikbaar ondertussen. We hebben voeders als Dynalogic, Redje Pakketje, die steeds meer in de vers aan het doen zijn. Dus ja, voor ons is dat gewoon, of het nou diepvries is, of het is narcotica, of het is een leeftijdslevering. Dat maakt eigenlijk voor ons niet veel uit. In de UDC kunnen wij bij voedingsproducten andere opties tonen natuurlijk, dan dat het sokken zijn of een gitaar. Okay. Antwoord op je vraag? Ja. Ik zie geen vingers meer. Oh, toch nog. Kijk. Ik weet niet of het een specifieke vraag is voor nu, maar ik had eigenlijk een vraag over de site van PostNL. Ja. Mag dat? Ik luister. Nee, het is niet te volgen als het pakje naar het buitenland gaat. En dan, als het de grens over is, dan stopt het. Zitten de mensen van PostNL zo? Ja, PostNL, ja, is, ja. PostNL houdt, ja, België doen ze over zichzelf, hè, dus dat doen ze veel zelf. Ja. Maar PostNL levert het over aan een andere vervoerder naar het buitenland. Ja. Wij hebben er oplossingen voor. Wij noemen dat multilek. Hè. Het eerste stukje de PostNL, vervolgens gaat het naar een Frankrijk Colissimo bijvoorbeeld. Dat is Franse Post. En die doen de last mile. Wij hebben er oplossingen voor, dat we ook de status terug kunnen halen van Colissimo en dat in één customer journey kunnen stoppen. Maar het is een vrij delicaat proces. Maar we begrijpen dat heel goed. Dus PostNL die is afhankelijk van de data die ze terugkrijgen van die vervoerders die zij gebruiken in het buitenland. En dan zijn ze afhankelijk van hoe die te tonen en of ze dat willen. Dus ik zou deze vraag aan de customer service bij PostNL stellen, via op de site. En ik begrijp wel waar de problematiek zit en waar die vandaan komt. En we hebben oplossingen daarvoor. Nou Pieter, volgens mij heb je het goed uitgelegd. Mag ik jou enorm bedanken. Ik heb namens de organisatie nog een kleinigheidje voor je. Ja, die nodig. Ga ik proberen op 1,5 meter over te dragen. Kijk, als dankjewel. Voor mensen in de zaal, hartelijk dank. Als jullie dus nog vragen hebben, dan stand 346. Koffie is daar. Ja. Pieter, dankjewel. Ja. En eet smakelijk alvast. All right. Tot de middag.